En dames en heren, wij gaan naar ons laatste interview. En dat doen we met muziekpsycholoog. Geef hem ook een hard applaus. Waldy Hanser. Waldy, kom erbij. Pak een van de microfoons erbij. Hallo. Hallo. Zo, hoe gaat het met jou? Gaat goed. Ja. En het leuke is, ik probeer iedereen natuurlijk van tevoren te bereiken. Ik krijg dan van de organisatie 06-nummers. Ik belde jou, hij ging over, maar er werd niet opgenomen. Nee. En ik kreeg toen het allerbeste excuus wat je kan verzinnen. Ik stond op het punt te promoveren. Ja. En jij belde toen. Dat vond ik wel een goed excuus toen. Om dan de telefoon niet op te nemen. En het was nogal druk. Niet alleen tijdens de promotie, maar je zei ook. En uiteraard ook nog namens ons allemaal gefeliciteerd. Ja. Want het is gelukt, neem ik aan. Het is gelukt. Ja. Dank u wel. Maar daarna is het ook nog een heksenketel. Want er stond Daarvoor. Daarvoor. Want er stond nogal snel gelijk ook een cameraploeg in je huis. Nee, een week voor de promotie ging er een persbericht de deur uit. Ja. En 2 uur later stond RTL 4 in de huiskamer. Ja. Dus dat ging hard. Ja, en dan moet het wel iets interessants zijn. Ja, muziek en troost. Ja, muziek en troost. Prachtig. Daar gaan we over praten. Prachtig thema. Waarom is het zo'n prachtig thema? Alles draait om verbinding bij troost. En dat is natuurlijk een bijzonder mooi onderwerp. En het sluit ook mooi aan bij de thema's waarover gesproken is. Over gemeenschappen en ook over stressreductie. Ja. En nou is troosten misschien ook iets wat we niet direct met muziek associëren. Veel mensen denken misschien religie, filosofie, je vrienden, noem maar op. Waar kwam bij jou die associatie met muziek vandaan? Is dat iets wat je altijd zelf ook al meeneemt? Nou, ik begon mijn onderzoek naar muziek en emoties. En vooral naar muziek en emotiewaarneming. Mm-hmm. Want dat muziek emoties oproept, dat weet iedereen bijna wel. Soms wordt ook gesproken over de taal van emotie. En dat is steeds meer toe gaan richten op stemmingsregulatie. En dat loopt eigenlijk parallel aan wat je ook zag in muziekpsychologie. Dat werd steeds meer een verhaal van het reguleren van stemming. En troost is daar een manier van. Ja. En jouw onderzoeksvraag, als ik zo mag formuleren, was: wat zijn nou die troostende eigenschappen van muziek? Ja. Waar zit dat in? Ja, op welke manier kan muziek nou troost bieden? Want troost is eigenlijk een remedie tegen lijden in een heel brede zin van het woord. Dan hebben we het vaak niet over de dagelijkse ellende. Mm-hmm. Dat hebben we ook gevraagd aan mensen van welke situaties gebruik je nu om je te troosten met muziek. En dat zijn vooral heel serieuze onderwerpen, existentiële crisis, het verlies van een dierbare, ziekte van jezelf of het zien lijden van een ander. Maar ook liefdesverdriet. Ja. Dus dingen die ertoe doen en niet dagelijkse stress zorgen. Ja, en jij noemde muziek dan ook een vriend die er altijd voor je is? Ja. Dus muziek die zorgt op verschillende manieren voor verbinding. En die verbinding vinden we bijvoorbeeld in de muziek zelf, want het is vaak muziek die ons naligt. Die we mooi vinden. Mm-hmm. Muziek zegt ook iets over je identiteit, over wie je bent en wat je naar buiten toe wil vertellen. Dus het ligt heel dicht bij ons en dat is de muziek zelf. Dan heb je de teksten. In de teksten kun je jezelf vinden of herkennen. Het kunnen woorden zijn die je heel erg aanspreken of combinaties van melodie en tekst die er bovenuit springen. En natuurlijk zijn er alle herinneringen die opgeroepen worden door de muziek, die we aan de lopende band eigenlijk maken. Precies. Nou, daar heb je ook een hele analyse, daar gaan we straks ook over praten, wat daaruit blijkt. En je zei ook nog, vond ik ook een mooie uitspraak, troost is een soort herstel van verbinding met jezelf en de situatie. Ja, met jezelf en het leren accepteren van een situatie. Ja. Of herstel met anderen. En dat is natuurlijk wat troostend gedrag doet. Het is een soort boodschap naar anderen toe, dat je er nog bent en erbij hoort. Ja. En dit is, we zijn ook weer bezig met wetenschap. Je bent ook een wetenschapper. Dit is allemaal dan de theorie. En dan ga je de praktijk in. Dan gaan er vragenlijsten uit. En dan weet ik van heel veel promovendi, één groot probleem is respons krijgen op je vragenlijst. Alleen niet bij jou. Nee, dat was super makkelijk. Ja, dan moet je even uitleggen aan iedereen die daar wel mee worstelt. Ja, destijds hebben we overlegd met Radio 2 rond de top 2000. En de top 2000 is natuurlijk de lijst der lijsten over nostalgie. En die vragenlijsten hebben we uitgezet ten tijde van de top 2000. Stond ook een linkje op de website en zodoende kwamen er heel veel reacties. En over hoeveel heel veel reacties praten we dan? Troostonderzoek, dat heb ik gedaan bij Radio 2 en bij Radio 4. Ja. Dat zijn ongeveer 450 mensen. Het huilonderzoek ongeveer 3000. Zo. Dus enorme aantallen. Ja.
En je gaf al aan, hè, dus net, en de top 2000, popmuziek en aan de andere kant ook klassieke muziek, Radio 4. Zag je daar dan ook verschil in hoe mensen daar beleefd? Zijn het andere soort mensen of kun je dat zo niet zeggen? De Radio 4 luisteraars die waren iets ouder. misschien niet heel verbazend. Maar in de troostrespons zelf zagen we niet zo heel verschillen. Maar je zag wel verschillen in wat is nou belangrijk aan die muziek om te troosten. En dat is ook verklaarbaar uit het soort muziek dat mensen luisteren. Popmuziek zitten meer teksten bij en verstaanbaardere teksten. Mm-hmm. Want de meeste mensen spreken geen Italiaans. Nee. En zeker geen opera Italiaans. Precies, en dan is de tekst niet per se... Dan is de tekst niet zo heel belangrijk. En bij popmuziek veel meer. Ja. En de melodie... de muziek zelf. Het gaat iets meer om esthetische kwaliteit bij klassieke muziek dan bij popmuziek. En herinneringen die spelen een iets belangrijkere rol bij popmuziek, maar dat is ook, ja, in de disco maak je herinneringen en in het concertgebouw is dat iets minder waarschijnlijk. Precies, daar gebeuren weer hele andere dingen. Heel goed. En ja, ook maar even een heel ander onderwerp. Je hebt ook een hoofdstuk geschreven over begrafenisliedjes. Ja. En in eerste instantie zei je, ja, daar leek niet echt een lijn in te zitten. Er zijn honderden liedjes genoemd. Nou, het zit zo. In het onderzoek naar troost en in het onderzoek naar huilen werden echt honderden artiesten en honderden liedjes genoemd die mensen aan het troosten, of waardoor mensen zich getroost voelden, of die mensen aan het huilen brachten. Ja. Dus op een gegeven moment dachten we van, ja, kan alle muziek troosten? Kan alle muziek mensen tot tranen roeren? Hoe konden we dat nou beperken tot een bepaald iets en dat vergelijken, want we willen graag vergelijkingsmateriaal. Ja. En zodoende kwamen we uit bij begrafenismuziek, want dat is troostmuziek bij uitstek. En dus we hebben lijsten nagelopen met begrafenisliedjes en die hebben we gekoppeld aan de bekendste hits van dezelfde artiesten op Spotify. Ja, dus even, want dat is ook weer een link naar bijvoorbeeld ook wat Mirella doet, dat kennen we natuurlijk allemaal uit onderzoek. We hebben een interventie, we hebben een groep die de interventie krijgt en we hebben een soort controlegroep. Ja. En zo heb jij ook met bijvoorbeeld I Will Always Love You van Whitney Houston. Precies. Dan is de controlegroep I Wanna Dance With Somebody. I Wanna Dance With Somebody, precies. Dat ga je dan tegen elkaar afzetten. Dat zet je dan tegenover elkaar en dat doe je met liedjes van, Guus Meeuwis en Marco Borsato hadden we in het Nederlands. En die Tina nog Turner. Precies. En maar even dat voorbeeld van Whitney Houston, wat zie je dan? En ook bij anderen voor verschillen tussen het troostliedje I Will Always Love You en... het vrolijke liedje. Nou, we hebben gekeken naar een aantal aspecten. We hebben gekeken naar muzikale aspecten. En dat hebben we gedaan aan de waardes die Spotify gebruikt om muziek aan te raden. En daar vonden we dat de begrafenismuziek, die was droeviger. Die was minder energiek en minder dansbaar. Maar vaker akoestisch. En ook vaker in majeur. Dan die populaire hits. Mm-hmm. Maar qua teksten was het eigenlijk nog bijzonderder. Want wat we vonden is dat heel vaak werd gebruik gemaakt van tweede persoons voornaamwoorden. En dat zijn je en jij, in het Engels you and yours. En die vonden we veel vaker bij begrafenismuziek. En die woorden die zijn heel interessant, want die zijn recent gekoppeld aan commercieel succes en meer populariteit. Dus grote hits die hebben heel veel gebruik van you. Ja. Maar die begrafenisliedjes die hadden dat dus zelfs nog meer. En dat scheelde echt een procent. Dus stel dat 5% in een hit, was het 6% bij begrafenismuziek. En dus dat een heel substantieel verschil was dat. En iets wat ook opvallend was, dat sommige van die liedjes die gedraaid worden op begrafenissen eigenlijk helemaal geen begrafenisliedjes zijn. Maar bijvoorbeeld ook break-up songs. Je gaf als voorbeeld Someone Like You van Adele. Someone Like You van Adele. En wat mensen doen, die pikken stukjes uit die teksten die ze aanspreken of die van toepassing zijn. Someone Like You van Adele. Nou, iedereen kent dat refrein, denk ik wel. Het is zo vaak op de radio geweest. Maar ook Ik Heb Je Lief van Paul de Leeuw. Wat eigenlijk een liefdesliedje is. Ja. Maar heel vaak gekozen wordt door kleinkinderen. Bijvoorbeeld voor oma. Ja. En ik moest... gekke associatie misschien. Ik weet niet of je Tom Kas kent, de acteur. Die heeft ooit een heel programma gedaan over moppen. En die werd toen gevraagd door een interviewer van... hou jij eigenlijk wel van moppen? Nee, ik vind het afschuwelijk. En er zijn veel mensen, denk ik, bij jou, dat zal iedere journalist je ook gevraagd hebben, hou jij zelf eigenlijk wel van dit soort liedjes? Of als jij waarheen waarvoor hoort, ren je dan heel snel weg? Nou, misschien. Nee, het hangt echt van de muziek af voor mij.
Ja, want dus wat voor muziek, als ik persoonlijk mag vragen, wat voor muziek geeft jou bijvoorbeeld de troost? Zat dat inderdaad ook in die, hoog in die lijst of heb je een hele andere smaak? Ja, ik hou heel erg van heavy metal en klassieke muziek. Dat is ook weer een combinatie van niks natuurlijk, maar ook van musical en popmuziek. Dus ik ben heel breed wat dat betreft. En heavy metal kan voor jou dus ook dat troost kan, geven? Ja, dat kan voor mij ook troost zijn. Maar er zit ook heel veel diversiteit heel in. Tussen, ja. Ja. En wat ik ook nog wel even wil zeggen is dat in die begrafenisliedjes vonden we meer woorden die duiden op de toekomst. Dus naast dat ze heel erg gericht zijn op een andere persoon en een soort van verbintenis uitdrukken, vonden we dat er ook een soort van blijvend iets is gericht op de toekomst. Ja. En dat hangt dus misschien ook samen met die rol van troost, hè? Dat je je gaat verbinden met de situatie, dat je ook gaat vooruitkijken. Ja, dat je ook weer verder kunt. Dus we vonden meer gebruik van will en shall. Mooi. Naar de toekomst toe. En je gaf ook aan het aantal positieve emotiewoorden was hoger dan negatieve emotiewoorden, ook in begrafenisliedjes. Ook in begrafenisliedjes. We vonden ongeveer 2 keer zoveel positieve emotiewoorden dan negatieve emotiewoorden. En dat zijn woorden als love, sun en stars. Dus ook woorden met een hogere symbolische betekenis. En van die negatieve woorden, die dus ongeveer de helft zo vaak voorkwamen, die drukten vooral verdriet uit. Dus dat zit er toch ook wel in. Ja. En dan heb je het ook nog over ontroering. Dat speelt een hoofdrol, gaf je aan, als emotie. Het is een pro-sociale emotie die zorgt voor verbinding. Ja, dus het doet ook iets. Ja, ontroering was eigenlijk de meest genoemde emotie bij zowel huilen, maar ook bij troost. En ontroering ervaren we vaak wanneer we pro-sociaal gedrag zien of zelf ervaren. Dus wanneer we geholpen worden of wanneer we iemand iets zien doen voor een ander. Dat is een heel belangrijke, heel sociale emotie. Ja, ja. En misschien ook goed, die zullen veel mensen ook kennen, want jij hebt dit ook samen gedaan. Een van jouw promotoren is Ad Vingerhoets. Ja. Die noemen we wel eens de huilprofessor, even onbeleefd. Daar kan hij volgens mij zelf ook wel hebben, die term. En dat heeft dus ook alles met elkaar te maken, want ook die emotie huilen hoort hier natuurlijk bij. Ja, ja, ja. Ja, muziek, dat weet mensen te raken, weet tot tranen te roeren. En dus is het interessant om daar ook naar te kijken. Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer, en heavy metal zou een voorbeeld kunnen zijn, muziek kan ook weer ongepast zijn. Ja. Soms kun je ook net de verkeerde snaar raken. Ja. En dat lijkt me ook altijd weer lastig als mensen begrafenisliedjes bijvoorbeeld moeten uitzoeken. Klopt. Ja. Ben je dat ook tegengekomen? Zo van, er zijn bepaalde grenzen van, dit vindt iedereen wel mooi, dit valt altijd wel goed en dit... Ja, gek genoeg lijkt het erop alsof begrafenismuziek steeds persoonlijker wordt en individueler en dus diverser. Tegelijkertijd blijven we een soort van lijsten houden met muziek die altijd wordt gedraaid, of in ieder geval heel vaak, of toch wel een beetje in diezelfde categorie past. Een vraag die ik de afgelopen weken veel heb gekregen is, mijn broer of mijn vriend of weet ik veel, die houdt van hard rock. En we wisten niet of we dat nou konden draaien. Ja. En ik zou toch zeggen van, heb het erover met elkaar wat je nou wil. En als iemand dat nou graag wil, of iemand vindt dat mooi, of het zegt iets over de persoon, doe het gewoon. Ja. Is dat ook een van je belangrijkste adviezen, of heb je nog meer adviezen? Ik ga zo uiteraard ook mijn vragen over vragen. Het is heel persoonlijk, dus mensen moeten het vooral zelf weten. Vooral zelf weten. Ja. Zelf kijken wat goed voelt. Heel goed. Dankjewel tot zover. En ook hier uiteraard weer de gelegenheid aan u om uw vragen te stellen. Uw verwonderingen mee te geven. Aan te geven wat u nog graag wil weten. Nou, ik wil eerst zeggen dat ik op Facebook een tekst heb staan op een moment die luidt. You can't buy happiness, but you can buy concert tickets. And that's almost the same thing. Ik vraag me af of er nog verschil zit tussen muziek luisteren of muziek spelen. We hebben specifiek gekeken naar muziek luisteren. Naar muziek spelen wordt ook onderzoek gedaan. Van troost weten we dat het voornamelijk gebeurt door te luisteren. En door spelen minder, maar daar is nog niet zo heel erg veel over. Ja, we kunnen het aan Koen nog even vragen. Het is een hele kleine doelgroep, maar het spelen van. Of, want je gaf al een beetje aan, ik heb soms wat beroepsdeformatie. Maar bij het spelen zelf merk je dan wel dat je in een soort andere staat terechtkomt? Ik heb vrij veel begrafenissen gespeeld, maar eigenlijk nooit als ik het zelf mocht kiezen. Want ik kom zelf in ieder geval, als ik speel, in een soort van professionele state of mind, die ervoor zorgt dat ik dus dusdanig afgeschermd ben
van de buitenwereld dat ik mijn werk kan doen. En dat kan ik heel moeilijk scheiden daarvan. Dus het is voor begrafenissen vind ik het heel fijn dat ik die emoties even weg kan houden. Maar ik merk zelf dat als ik naar een begrafenis ga van familie, dan wordt er altijd gevraagd van, zou je willen spelen? Ja. Vind je dat fijn? En ja. Eigenlijk ben ik altijd erg tevreden als ik zeg naar de hand van, nee, dat doe ik niet. Want dan kan ik juist meer bij die emotie dan dat ik kan als ik zelf aan het spelen ben. Dus ik doe het graag voor anderen, omdat ik wel weet dat het heel veel losmaakt. Het is heel waardevol om zelf te spelen voor mensen. Maar als het om mijn eigen verwerking gaat, dan speel ik liever niet. Ja, dank ook daarvoor. Andere vragen of opmerkingen? Ja, ik kom eens even, als ik mag, voor jullie langs. Ja, met de microfoon. Nou, ik verbaas me altijd als ik Rieu op de tv zie. Ik ben er zelf nooit bij geweest. Wat een emotie daar allemaal ontstaat. En ook heel op het hele plein of in de zaal. Ja, ik vind dit heel verbazingwekkend. Hebt u daar een idee over? Ja. En wil je dat ook delen met ons? Ja hoor, dat wil ik zeker delen. Mooie vraag ook. Zeker een mooie vraag. En ook bij André Rieu inderdaad. Maar ook bij Guus Meeuwis. Waarschijnlijk is het omdat je al met een bepaalde verwachting naar zo'n concert gaat. En dan is er een hele ambiance omheen. En vaak op zo'n concert wordt ook wel wat gedronken. Dus dan is de huildrempel ietsje lager. En dan wanneer je favoriete muziek zo luid op je afkomt. En soms met mensen die meezingen of meeneurien. En je ziet om je heen mensen gelukkig of in tranen of ontroerd raken. Dat doet wat met je. Dus het is het complete plaatje van zo'n concert. En dus ook weer een gedeelde emotie die je met elkaar ook hebt. Ook een gedeelde emotie, inderdaad. Naast de alcohol. Is dat een afdoende antwoord voor u? Ja? Ik kom nog even. U mag er even. We mogen breed filosoferen met elkaar. Ik mag dan over filosoferen. Nou, ik weet niet of ze bij Rieu van tevoren zoveel gedronken worden. Ik kan me daar eerder voorstellen. Dat ging over Guus volgens mij. Bij Guus. Ja, daar zie ik. Dat zijn ook wat jongere mensen. Hè? Bij Rieu zie je ook echt wel de... Zoals ik. En oudere jongeren. En ook jongeren. Maar op een of andere manier vind ik dat dan toch anders dan dat ik op tv dan een concert van Mewis zie. Ja. Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat daar iets heel speciaals ontstaat. Ook in het buitenland. Hè, zijn het mensen die... Ja, gaat de hele wereld over met de show. Die dingen ziet. Ja, ja. Klopt. U heeft gelijk. En het is waarschijnlijk ook het totaalplaatje en de verwachting en dat het... Live is en harder en live muziek is toch speciaal. Het is altijd net iets anders dan op plaat. Ja. Een bepaald timbre dat toch doorkomt. Of, Ik sta nu ook voor een DJ die in zijn vrije tijd hoogleraar is. Of andersom, ja, dankjewel. En ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd, juist vanuit dit perspectief. Want het komt eigenlijk door jou, want je had het over nummers van een artiest, wat dansnummers zijn en andere. Ja. Maar wat ik interessant vind is de categorie dansnummers die troostend zijn. En een voorbeeld wat misschien niet zoveel mensen kennen, wel veel jongeren, is van een artiest, een Amerikaanse DJ, vrouwelijke DJ, die heette de Black Madonna, maar dat werd een beetje ongemakkelijk, die heet nu de Blessed Madonna. Maar dat nummer was een enorme hit in coronatijd, het heet We've Lost Dancing. Dus het is gewoon een dansnummer, maar dat was zeer troostend voor jongeren. Dus ik vind dat wel een interessante categorie. Is vast nog niet heel veel onderzoek, maar het idee dat troostende muziek langzame muziek is per se, dat hoeft niet per se te zijn, denk ik. Het klopt, daar heeft u gelijk in. Het gaat heel erg om persoonlijke aspecten, dus ook inderdaad dancemuziek kan troosten. Maar we hebben de groep mensen die heel veel luisteren naar dancemuziek niet, met dit onderzoek niet kunnen bereiken. Omdat het toch vooral op Radio 2 was en Radio 2 heeft nu eenmaal minder dance. Ja. Ik weet wel dat er pas een artikel is verschenen over aspecten van dancemuziek aan de hand van die Spotify-waarders. Waarbij ze dancemuziek in verschillende categorieën indelen. En daar zitten ook disco-hits in, maar ook elektronische dance. Dus ook daar geldt hetzelfde eigenlijk als het voorbeeld wat jij gaf van heavy metal. Natuurlijk is het ook mogelijk dat ook juist dat soort muziek ook weer troost kan geven. Zeker, ja. En ik heb Ton even snel gevraagd, misschien lukt het met de microfoon erbij, een klein stukje even kunnen luisteren met de microfoon vanaf je eigen Spotify. Dan hou ik gewoon de microfoon er even bij. Dan hebben we even een beeld voor de oudere jongeren. Dit is We've Lost Dancing.
gedaan wat er niet meer gedanst kon worden. Even een fragmentje, maar dit werd dus door heel veel jongeren gedaan uit dit, ja, we mogen niet meer dansen, we zitten in die lockdowns en dit lied gaf gevoel aan die emotie. Ja, zeker. Ja. Mooi onderwerp ook weer, want is dit natuurlijk ook nog, ja, je bent nu gepromoveerd, hoe ziet het leven daarna eruit? Dan ga je natuurlijk verder. Ik hoop verder te gaan met onderzoek naar muziek, ja? en naar hoe dat onder andere muziek en rouw, maar ook live muziek spelen en troost. Mooi. En want meestal is het gangbaar dat je dat dan op een andere universiteit gaat doen, of blijf je voorlopig hier in Tilburg verbonden? Onderhandelingen lopen, daar mogen we daar niks over zeggen. Zijn nog aan het kijken. Heel goed. Dames en heren, laatste ronde, laatste kans. Ja, aan die kant, daar wordt gewezen. Nog vragen die u kwijt wil, opmerkingen. Koen? Nou, ik wil even aanhaken op Rieu, ja. Als dat mag, van mevrouw. En ik ben benieuwd wat daar op het podium over gezegd wil worden. Het schoot mij net iets te binnen. Does ring a bell. Ik heb ooit in een masterclass gezeten van een aantal jongens die werken voor Mojo en voor Universal. Ik geloof dat Rieu bij Universal zit. Gert, Gering, jij weet dat, Gert. Ja, Gert. Want Mojo, die organiseren concerten, Universal geven platen. Precies. En daar ging het over de echtheid van een artiest. Want in de muziek weten we allemaal, hoe meer je je publiek kunt betrekken bij je muziek, hoe beter het wordt ontvangen. Het delen van die emotie en het gezamenlijk ervaren van muziek, dat is erg belangrijk. Dan heb je het muzikale aspect dat ervoor kan zorgen, maar het poppetje aan de voorkant, die is daar ook van belang. Je kunt als muzikant door te interacteren met je publiek meer erbij betrekken. En wat de boodschap destijds van Universal was, want dan ging het over branding en over hoe zorgen we nou dat het poppetje zoveel mogelijk interactie krijgt met het publiek, dat het beter wordt. En hun reactie was eigenlijk, André Rieu doet dat 100% van zichzelf. Die is zo, die betrekt die mensen erbij. Die krijgt zelf, hoogst persoonlijk, die muziek die we allemaal kennen, op zijn eigen naam betrekt hij zijn heel plein erbij. Dus geen kunstje. Nee, hij doet het echt. Het is 100% wie Rieu is. En ik denk, misschien kun je daar dan nog iets over vertellen. Het wordt erbij betrokken. Dus die band die je hebt met de muziek en een gedeelde emotie, die zorgt Rieu dat die ontzettend wordt versterkt, denk ik. Ja, onderzoek naar Rieu, ja. De hypothese is al geformuleerd. Ja. Het zou zeker kunnen, ja. 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 Helemaal gelijk. Ja, het zou het is ook, ja, het is ook onderdeel van die ambiance. Hè? André Rieu in dat mooie pak. En hij is zelf een heel open persoon. En hij praat het allemaal aan elkaar. En er was pas op televisie, deden ze een wals. En dan zie je al die paren daar walsen en blij en gelukkig kijken. Ja, het steekt aan. Ja, het steekt aan. Een reactie in Rieu of een heel ander onderwerp? Rieu, ik heb eens een documentaire op hem gezien. Het is ontzettend professional. Hij neemt zijn orkest op. En zijn theorie is dat er elke 20 seconden iets moet gebeuren. Dus of iets met een solist of iets dat iemand een knipoog geeft. Daar is hij heel erg mee bezig. Dus die man weet echt wat hij doet. Het is echt een fenomeen. Ja. Genoeg stof voor een nieuw onderzoek. Maar nu ook weer even terug naar jouw promotieonderzoek. Want Rieu zit daar volgens mij niet in. Aan jou ook de laatste gelegenheid. Wil je nog iets kwijt wat je nog niet kwijt hebt, wat je nog niet aan ons hebt verteld? En dan kijk ik hier ook nog even of alle vragen hier zijn gesteld. Ik heb denk ik alles... Je hebt alles kunnen vertellen. Heeft u alles kunnen vragen wat u graag wilde vragen? Want anders hebben we nu nog de gelegenheid. Ja, ik wil nog wel aanhaken op wat Ton zei over dat nummer van Fred Again. Ja, ik ken het wel. Maar ik vond het ook heel interessant dat Ton het had over dat het dus tijdens corona zo'n groot nummer is geworden. En die muziek van Fred Again sowieso. Is dat ook niet een deel van waarom er zoveel herinneringen aan zijn, waarom het een troostende werking kan bieden? Omdat het in zo'n tijd dat mensen er bepaalde herinneringen aan koppelen, dat is ook misschien de reden waarom dus die nummers op begrafenissen worden gedraaid. Omdat mensen er niet per se emotioneel, het klinkt heel erg als een begrafenisnummer, maar meer het beroept een bepaalde herinnering op. Dat klopt. Klopt zeker. Is geldt ook voor huilen. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen huilen bij muziek zijn de droevige herinneringen die het oproept en nostalgie. We hebben ook gevraagd naar prettige herinneringen. Die spelen veel minder een rol bij huilmuziek. Dus het is inderdaad droevige herinneringen, nostalgie. En bij troost ook heel veel herinneringen. Mooi. Mooie vraag ook, dank. Leuk om te horen. De laatste vraag komt hier vooraan. Ja,
Als je een cd bekijkt van David Bowie, Black Star, voor mij is dat een hele emotionele cd als ik hem draai. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die Bowie de laatste 10 jaar heeft ontdekt, het helemaal niks doet. Is de herinnering, de emotie en de troost die je vindt in muziek ook niet ontzettend gebonden aan je, ja, je persoonlijke instelling, je verleden, leeftijd, allerlei voor de hand liggende dingen? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, maar ja. Daar moet nader onderzoek naar worden gedaan, zegt een wetenschapper dan altijd. Die herinneringen spelen een rol, maar muziek is heel persoonlijk. En het is ook wat je weet over die muziek, of wat je weet over die artiest, of hoe je het betrekt op je eigen leven. Dus ja, wat voor de een heel bijzonder en ontroerend kan zijn, of troostend, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Daar kan een andere waarde aan worden gehecht. Ja, precies. Dankjewel voor het toelichten van jouw verhaal. Waldy Hanser. Dankjewel.